Welzijn is een belangrijk principe in meditatie. Als je je niet goed voelt, lukt het niet. Je kunt bijvoorbeeld aan je verdiensten of je goede karma denken, totdat je je op je gemak voelt. Je voelt je vreugdevol en daardoor raak je op je gemak. Zo gebeuren die dingen stapsgewijs en dat geldt voor alle innerlijke ervaring. Dit is wat Lompal Tamachiyo heeft gezegd in hetzelfde boek als waar ik eerder van vertaalde. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen hier die eventjes moeten uitgepakt worden. Eventjes moeten worden verduidelijkt. Welzijn is een belangrijk principe in meditatie. Daarmee bedoelt Lompal dat we in meditatie zowel aandacht als welzijn nodig hebben. Dat aandacht niet alleen aandacht voldoende is, maar dat we allebei nodig hebben. Er is een balans. Als we alleen maar aandacht ervaren, dan leidt het snel tot onrust. Als we alleen maar welzijn ervaren, dan leidt het snel tot verstrooidheid of zelfs indutten of slaperigheid. Dus de balans is heel belangrijk. Maar voor sommige mensen is aandacht gemakkelijker te ontwikkelen dan welzijn. Daarom zegt Lompal hier, welzijn is een belangrijk principe in meditatie. Als je je niet goed voelt, lukt het niet. Daarmee bedoelt Lompal dat we zowel lichamelijk als geestelijk ons goed voelen in meditatie. Dat is ideaal, dat is het beste. Maar als dat niet zo is, dan kun je wel een methode of een techniek bedenken om je meer te ontspannen geestelijk, bijvoorbeeld. Hier noemt Lompal Tamachiyo het voorbeeld van aan je eigen goede daden denken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vrijgevigheid die je hebt beoefend. Als je bijvoorbeeld iets hebt gegeven aan een goed doel. Of dat je een vriend in nood hebt bijgestaan. Of dat je je ouders hebt geholpen. Dit soort dingen, daar kunnen we even kort met onze aandacht langs gaan. En het is niet dat we nu arrogant willen zijn of zo. Sommige mensen zijn er bang voor. Het is meer dat we eventjes gewoon aan iets positiefs denken. En ons daarmee tot inspiratie en vreugde brengen. Soms dan zitten we in meditatie een beetje vast, omdat we ons bewust zijn, onze aandacht is te rigide, te hard. Dan is dat te herstellen door aan iets te denken wat mooi was, teder, wat zacht was en fijn. Doordat je aan je goede daden denkt, dingen die je goed hebt gedaan, dan voel je je ook op die manier meer op je gemak. En hier zegt Lompal, die zegt, je voelt je vreugdevol en daardoor raak je op je gemak. Daarmee bedoelt hij dat een gevoel van vreugde en doordrenkt worden van een gevoel van dat je iets heel moois hebt gedaan, dat soms ook weer leidt tot kalmte. Dus in het begin leidt het misschien tot, misschien denk je bij het woord vreugde niet meteen aan kalmte, maar het leidt tot een soort van kalmte. Net zoals dat je in een bad springt, waar je hele goede medicinale zeep hebt ingedaan, of hele weldadige bad. En daar in het begin, als je erin springt, dan is er misschien een klein beetje onrust. Maar zodra je in dat bad bent, dan geniet je van het water en de weldaad van het bad en de kruiden die in het water zitten. Op deze manier, dit is een vergelijking die ik nu trek. Dus vreugde en kalmte kunnen soms aan elkaar verbonden zijn. Dat is niet alleen in de woorden van Lompal Tamachiyo, maar dat vinden we ook terug in de oude teksten van het boeddhisme over meditatie. En dat is ook wat Lompal bedoelt. Die dingen gebeuren stapsgewijs, want in de oude teksten van meditatie
worden vreugde en kalmte, of piti en passati, worden altijd in een reeks genoemd als een soort proces waar je bewustzijn doorheen gaat. Dus er staat dan soms dat je, als je vaak goede daden doet en je van verkeerde daden weerhoudt, dat je dan zonder wroeging, zonder spijt leeft. En doordat je zonder wroeging, zonder spijt leeft, word je vreugdevol. En door die vreugde word je rustig en kom je tot meditatie en aandacht en concentratie. Dat is hoe dat in de oude teksten beschreven staat. Dus als je dat voor jou werkt, dan is dat een manier ook om te ontspannen. Nu leren we in onze cultuur vaak dat we niet mogen aan onze eigen goede daden denken. Dat niet goed is. Soms hoor je ook mensen Jezus aanhalen. Die zei dat je je linkerhand niet aan je rechterhand moet laten denken. Of ik, sorry dat ik het citaat een beetje niet zo goed kan herinneren. Maar dat je in ieder geval niet te veel bewust zou moeten zijn van je goede daden. Maar ik denk dat wat Jezus bedoelde eigenlijk meer te maken had met dat we ons denken, onszelf in de hemel prijzen en niet onze eigen zwaktes erkennen. En dat is iets anders. Daarmee zegt Rompal dus ook, dat geldt voor alle innerlijke ervaring. Daarmee bedoelt hij dat we misschien ook niet meteen een soort van instant karma moeten verwachten, van we willen ons meteen rustig hebben, we willen meteen kalm worden, we willen meteen van binnen helemaal tot rust komen. Maar dat we moeten erkennen dat er bepaalde stappen zijn in ons eigen bewustzijn, in onze werking van de geest. En als we eenmaal van binnen, bijvoorbeeld als we aan iets goeds denken, aan iets positiefs, ook al is dat niet exact iets rustigs, maar dan leidt dat ook weer tot iets rust, tot een rustig gevoel. Ja. Als je bijvoorbeeld aan iets denkt waar je tevreden over bent, dan leidt dat tot een rustig gevoel. Bij sommige mensen die zoeken weer een andere benadering. Die denken bijvoorbeeld graag aan de dood of aan vergankelijkheid. Dat is natuurlijk wat meer een intellectuele benadering. Deze benadering die hier is beschreven, waarbij je aan goed karma denkt, is meer de devotionele benadering. En als je daar meer over wil weten, dan kun je ook kan ik je ook een link sturen naar een lezing die ik over deze twee verschillende benaderingen heb gegeven. Een tijdje geleden tijdens een retraite in België. En daarbij, deze methodes die vind je terug in de Visuddhimagga, in de oude meditatiehandleiding. En daarin staan verschillende methodes waarop je tot rust kunt komen om je voor te bereiden op meditatie. En een daarvan is dus de meer devotionele benadering, waarbij je dus denkt aan de Boeddha, of denkt aan iemand die je heel erg respecteert, of denkt aan je goede daden. En de andere meer intellectuele benadering is dus dat je bijvoorbeeld denkt aan de vergankelijkheid, denkt aan de dood, of zelfs denkt aan hoe je lichaam eigenlijk allemaal uit allemaal bestanddelen bestaat, uit allemaal onderdelen, en eigenlijk als je er goed naar kijkt, is je lichaam helemaal niet heel anders dan iemand anders lichaam. Dat zijn manieren om los te laten, zeg maar, om je dingen wat meer realistischer te zien. Maar goed, dat zijn verschillende methoden waar we ons na verloop van tijd in kunnen verdiepen. En dat is iets waar Rompal nu het eigenlijk over heeft. Zijn hier nog vragen over? Kunnen jullie